Aan de ene kant rakelt het voor mij altijd een beetje nare gevoelens op. Ja jongens, je zou bijna denken dat we gaan verhuizen. Ik weinig productie hebben. Ik wil niet dat jij alleen over straat gaat met de kinderen. Eentje heeft stipjes. Ik neem meteen even de gelegenheid om al mijn sieraden uit te zoeken. Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Lotte, het is vandaag dinsdag en het is week 2 van, van mijn zwangerschapsverlof. Deze week ga ik het anders aanpakken dan vorige week, zoals ik al vertelde aan het einde van mijn vorige vlog. Want ik wil ietsje meer structuur in mijn dagen aanbrengen. Even kort gezegd is dat ik de ochtenden wil gaan inzetten om nuttige dingen te doen. Dus alles wat ik nog wil doen in huis, maar ook werkgerelateerd en ja, dat ik me daar gewoon mee bezig hou in de ochtenden. En dat ik dan in de middag gewoon lekker ga chillen op de bank plof. En ja, dat ik dan toch aan het einde van de dag kan zeggen, oh, ik heb dit en dit en dit gedaan. Omdat het voelt voor mij gewoon niet fijn om helemaal niks te doen op een dag. Dat kan ik gewoon niet. En voor deze ochtend staat op de planning dat ik deze 3 dozen even wil gaan uitzoeken. Die lagen eerst op de babykamer, maar die moeten daar weg. En volgens mij zit hier ook echt wel het een en ander in dat gewoon überhaupt weg kan. Of naar de berging, of wel naar de kringloop, of wel gewoon helemaal weg. Het uitzoeken van spullen is voor mij echt een beetje een dingetje wat ik de afgelopen jaren zo ontzettend vaak heb gedaan. Vanwege alle verschillende verhuizingen die ik heb meegemaakt de afgelopen jaren. In korte tijd 3 keer verhuisd. Aan de ene kant rakelt het voor mij altijd een beetje nare gevoelens op. Zo van, ach, ik hoef toch niet weer ergens anders naartoe en al mijn hele hebben en houden uit te zoeken, in te pakken, te transporteren en weet ik veel wat allemaal. Maar aan de andere kant heb ik mede door die verhuizingen ook echt geleerd dat het maar spullen zijn. En doe ik veel makkelijker afstand van spullen. Dus dat is in ieder geval iets positiefs dat het heeft opgebracht. Ik zie hier trouwens ook nog 2 dingen die weg kunnen. Een Satisfyer en een geurkaars die ik echt heel veel te sterk vind ruiken. Deze die kunnen allebei in de weggeefdoos. Dit wil ik wel graag bewaren. Dit zijn namelijk allemaal inpakspulletjes. Alleen is dit doosje niet per se heel handig, want hij kan niet goed dicht. En kijken of er nog iets beters naar voren komt. Oh ja, hier zitten al mijn stickers in. Ja, dat soort dingen vind ik dus wel echt heel erg leuk om te bewaren. Juist ook nu er een kleintje aankomt eigenlijk. En stempels en zo. Echt alles van mijn bullet journal tijd zit hierin. In het kastje in de slaapkamer komt dat, denk ik. Oh ja, dit is ook altijd handig. Dit gebruik ik altijd als ik een pakketje wil verzenden. Maar ook als ik een cadeautje in een cadeautasje doe, dan is dit altijd heel erg handig om het bij te doen. Dus dat wil ik ook wel bewaren. Dat kan bij de inpakspullen. Oh, en ik zie dat wat hierin zit verder van Guus is. Het zijn boxspullen van Guus. Ik mag eigenlijk niet tillen. Dan deze make-up tasjes. Die kunnen in de grote groene kast. Oh ja, hier kan denk ik wel echt het een en ander van weg. Eens even kijken. Ja, dit zijn allemaal tassen die ik echt letterlijk nooit gebruik. Ja, deze is van mijn moeder geweest, dus die wil ik wel bewaren. Die is ook van echt leer. En deze vind ik ook heel erg cute, dus die wil ik wel ook bewaren. Maar ja, deze hele grote zwarte, dit is echt Lotte van toen ik nog in de jaren 20 was. Dit tasje heb ik 1 keer gebruikt voor een bruiloft. Ga ik ook wegdoen. Het zit hier allemaal in, joh, in deze tas. Oh, mijn brush. Oh joh, ik wist niet dat die hierin zat. Dit is zo'n foamborstel waarmee je haar niet statisch kunt maken. Maar ik denk dat ik die ook ga wegdoen, want ik heb nu natuurlijk mijn Dyson. Dan zit hier een zonnebril in. Oh, oké. Dit is mijn zonnebril op sterkte. Nou, zo vind je nog eens wat. Dat is op zich handig om te houden. kaartspel hoort daar niet. En hier zitten kwasten in, denk ik. Oh joh, dit zijn gewoon echt goede kwasten. Die heb ik waarschijnlijk een keer meegenomen toen ik een beauty video met iemand ging opnemen. Waar was de wegstapel? Oh ja, hier. Van dit op de stapel moet ik een ander plekje krijgen.
cadeautasjes. Daar heb ik er meer van. Maar waar? Niet hier, maar die gaan even bij de cadeauspullen. Dan heb ik hier nog een make-up tasje met allemaal zonnebrillen erin. Hey, tada, daar kan dan deze zonnebril bij. Wat is dit? Dit is volgens mij een broek van Guus. Geen idee waarom die tussen mijn spullen ligt. Het is wel een mooie broek volgens mij. Dan heb ik hier nog slingers. Die wil ik natuurlijk wel graag bewaren. Die kunnen bij de cadeauverpakkingsspullen. En nog een happy birthday gift bag. Kan ook bij de cadeauspullen. Dan mijn geurwolkje. Die wil ik natuurlijk graag houden. Maar die kan denk ik naar beneden. Ah, dit zijn allemaal lieve foto's en kaartjes die ik moet bewaren natuurlijk. En dan heb ik hier nog een aantal geurachtige dingen. Snow Fairy vind ik altijd heel erg aangenaam. Moet ook op een ander plekje liggen. Ja, vind ik ook wel lekker. Maar ik vind deze lekkerder. De Cherries and Cheer. Dus de Pears and Share. Dit zijn body mists trouwens. De Cherries and Cheer wil ik houden. En de andere die doe ik even bij de spulletjes die weg kunnen. Parfums. Dan heb ik hier nog dit bakje met allemaal haaraccessoires en zo. Invisibobbles vind ik ook altijd chill. Maar die moeten een ander plekje krijgen. Ja, deze die gaat in de weggeefdoos. Dan heb ik hier een paar haarbanden. Dat vind ik altijd wel leuk om een beetje mee te experimenteren en variëren. Deze kan weg. Deze is, vond ik altijd heel erg leuk, maar vind ik nu eigenlijk te kinderlijk voor me. Soms heb je dat gewoon opeens. Ik heb deze denk ik 3 jaar geleden nog ingehaald. Maar nu denk ik, nee, dat is Lotte van voor de 30. Deze vind ik ook nog wel leuk voor de zomer. En deze ook. Ik hou altijd wel van haarbandjes. En deze speldjes van Invisibobble. Die ga ik ook niet gebruiken, dus daar kan ik dan beter iemand anders blij mee maken. Dit is trouwens ook een handig mandje daarvoor. Een speldje. Nou, hoef ik niet. En nog allerlei klein frut voor in je haar. Elastiekjes en schuifjes en zo. Dat is altijd wel handig om te hebben. En hier heb ik nog een aantal scrunchies. Daar heb ik meteen de andere scrunchies bij gedaan. Nou, chill. Dan kunnen de haaraccessoires gewoon weer in dit mandje. Alles netjes bij elkaar. Daar hou ik van. Oké, dan is deze doos leeg. Tussendoor even een crackerpauze met vegetarische filet américain. Ik had laatst filet américain bij Albert Heijn gekocht die ik echt niet lekker vond. En toen zeiden jullie, oh dan moet je deze eens proberen. Tenminste, ik denk dat jullie deze bedoelden. Dit is de vegetarische in plaats van de vegan variant op basis van melk. Ik ben heel benieuwd of deze lekkerder is. Kopje thee erbij. Deze smaakt wel al meer naar filet américain. Ik heb er wel zout en peper op gedaan trouwens. Crackers zitten erin. Mijn buik is hard. Ik kan niet meer zo goed zitten. Maar dat gaat zo wel weg. Tijd voor de laatste doos. Hoe romantisch. Wij schrijven briefjes naar elkaar op belastingdienstpapieren. Ja, hier heb ik allemaal lieve kaartjes en briefjes. Die doe ik met de souvenirspulletjes. Kleine echo. Maar we hebben natuurlijk de echte. Dus dan kan ik deze nu wegdoen. Want toen we het iedereen gingen vertellen. Een haarclip. Ik gebruik dat gewoon niet. Wat zit hier in? Foto's denk ik. Ja. Oké, dan kan ik die andere losse foto's daar ook bij doen. Zo. Dan heb ik nog een aantal foto's. Bewaard natuurlijk. Als in Polaroid. Nog een scrunchie. Maar dit is niet per se echt een kleur van mij. Dus daar kan ik misschien iemand anders bij mee maken. Oh, nog een zonnebril. Dit is ook echt zo'n leuke bril. De factuur van mijn bril. Maar die moet eigenlijk bij belangrijke papieren. Oh, lieve Polaroid van Guus en mij. En nog meer lieve foto's van Guus en mij. Dit vind ik wel leuke clips om te bewaren. Want die zijn gewoon klein en mijn kleur. Dus die doe ik meteen bij het doosje met de haarspulletjes. Oh ja, deze is ook wel handig om te bewaren. Mijn AP Lady. Ja, en verder zit er echt allemaal
losse dingetjes in. Tampons, wie herkent dit? Dat er overal in dit soort laadjes, tenminste dit komt uit een laadje, dat er allemaal van die losse tampons liggen. Ongebruikt, even voor de duidelijkheid. Nou, dan is deze doos ook leeg. Dan moet ik nu alles een plekje gaan geven. Het minst leuke vind ik dat. Mijn Epilady kan hier. En mijn tasjes heb ik bij mijn andere tasjes gedaan. Dit zijn tevens alle tassen die ik heb, als in handtasjes. Ik neem meteen even de gelegenheid om al mijn sieraden uit te zoeken. Ik heb hier al een kleine selectie van dingen die weggaan. Ja, dit zijn echt sieraden die droeg ik letterlijk toen ik 15 was. Ik kan me deze oorbellen nog goed herinneren. En deze zijn bijvoorbeeld echt veel te zwaar. Die nagelstekkers, daar kan ik iemand anders blij mee maken. Dat is niet mijn ding. Zo ga ik even door al mijn sieraden heen. Nou, uiteindelijk alles uitgezocht. 100 jaar verder en dit gaat er allemaal weg. Sommige vind ik nog steeds mooi, maar zijn kapot. En andere is niet meer mijn ding of is verkleurd of whatever. Dus ja. En mijn meest gedragen sieraden en wat random dingetjes heb ik altijd hier in dit schoteltje in de slaapkamer liggen. En een elastiekje is gewoon handig. Gouden oorbelletjes. En dan heb ik nu hier in de slaapkamer in het kastje mijn haarspulletjes en mijn sieraden gedaan. Dus dat is heel erg chill dat dat nu gewoon weer een vast plekje heeft. Ah, ik zie er helemaal verfomfaaid uit. Het is inmiddels 4:15. Ik zou eigenlijk dit in de ochtend eventjes doen, maar uiteindelijk ben ik gewoon lekker doorgegaan. Maakt ook niet uit, want ik had er zin in en ik had de energie ervoor blijkbaar. Maar nu merk ik wel echt dat mijn rug zeer doet en mijn gewricht uiteraard. Daar heb ik vandaag echt knijterveel last van door al het bukken en het zitten en bla bla bla. Maar goed, ik ben heel erg blij dat ik dit eventjes toch heb gedaan. Eventjes. dan kan ik dat ook weer afvinken van mijn lijstje. En het is gewoon zo fijn als spulletjes weer zijn uitgezocht en een nieuwe vaste plek hebben. Goedemorgen, weer een dag vanuit mijn huis. Ja, dit is gewoon wat het gaat zijn de komende tijd. Nou, het is niet meer dat ik helemaal niks op de planning heb, maar wel weinig. En met de meeste mensen met wie ik nog een afspraak heb staan, die komen hierheen, vrienden en zo. Jullie gaan veel deze omgeving zien. Ik ga ontbijten. Misschien kunnen jullie het je nog wel herinneren. Ik heb deze van Jamila gekregen toen zij hier was. En die heb ik bewaard voor als ik met verlof ben. Dus deze zak is inmiddels open. Dit is zo lekker. Toen ik bij haar in Los Angeles was, was dit elke ochtend mijn ontbijt. Maar dan zonder iets erbij. Gewoon dit met melk alleen. En nu heb ik er wel ook havermout en appel bij genomen. Omdat ik wel ook voor de baby goed wil eten en niet alleen maar suiker binnen wil krijgen. Het is echt te lekker. Mini kaneelkoekjes eigenlijk. En dan wat melk erbij. En tijdens het ontbijt ga ik verder lezen in mijn boek. Ik ben weer verder gegaan in De Zeven Zussen. Ik ben nu bij Schaduw. Is dat deel 3? Ja, volgens mij is dat deel 3. Ik ben even snel naar Kruidvat geweest en naar Albert Heijn. Ik moest namelijk nog 2 dingetjes afvinken van onze babyuitzetlijst. Allereerst flesvoeding. Ik wil borstvoeding gaan geven, maar het is wel handig om 1 pak flesvoeding in huis te hebben. Mocht de borstvoeding niet snel genoeg op gang komen of ik weinig productie hebben, dan is dit heel erg handig. Ik wilde eigenlijk die van Kruidvat eigen merk gewoon. Die is net even een paar euro goedkoper, maar die was uitverkocht. Dus ja, ik heb nu maar deze gehaald. Ik wil ook gewoon dingen kunnen afvinken. En bij Albert Heijn heb ik puur wasmiddel gekocht. Van Albert Heijn eigen merk uit de Eco-lijn zonder kleur en parfum stoffen erin. Om de wasjes voor de kleine te kunnen doen. Dus, nou, dat was eigenlijk alles wat ik nog moest afvinken van de babyuitzetlijst. Ah, helemaal buiten adem weer. Dat is in ieder geval iets wat ik niet ga missen. Ik hoop dat ik snel weer mijn conditie terug heb als de bevalling is geweest. Ja, speaking of wasjes. Ik ga vandaag de eerste wasjes draaien. En ik heb gisteravond alles al even uitgesorteerd. Dit zijn dus alle dekens en kleden die we hebben en die dus moeten worden gewassen. Dus ik ga even kijken wat bij wat kan qua hoeveel graden en kleur en zo. We hebben van die kleurvangerdoekjes. Oké, deze kan op 40 graden. Deze op 30. Deze ook op 30. Dan kunnen die twee in ieder geval samen. Deze, die heeft mijn schoonmoeder gemaakt.
Met allemaal figuurtjes erop. Hele leuke kleurtjes ook. Deze kan ook op 30, dus die kan daarbij. Deze, die is ook echt te zoet. Die heeft ook mijn schoonmoeder gemaakt, die heeft ze gehaakt. Ik heb de wasmachine trouwens van tevoren al één keer op 90 graden gewassen, zodat die helemaal bacterievrij is. Nou, dit wordt het eerste wasje. Alles op 30 graden. En daar doe ik dan een kleurdoekje bij. Echt ideaal vind ik die. Hoppakee. Ah, ik word hier wel echt blij van hoor. Kijk nou hoe gezellig. Al die babydekentjes aan de waslijn. Ja jongens, je zou bijna denken dat we gaan verhuizen. Maar nee, dat is niet het geval. Gelukkig voor Bolly en Lilo. Die hebben wel even genoeg verhuizingen gehad. Alhoewel, ik sluit niet uit dat er nog eentje zal plaatsvinden de komende paar jaar. Maar dan wordt het voor jullie sowieso beter dan waar we nu wonen. Onze maxi-cozy spullen kwamen net binnen. Dit is eigenlijk de enige echte samenwerking die ik ben aangegaan. Wat betreft de baby. De baby komt niet in beeld. Dat weet maxi-cozy ook. Maar maxi-cozy heeft ons de essentiële spullen aangeboden. Als de kinderstoel, autostoel met alles erop en eraan. En een kinderwagen. Dus ja, het zijn heel wat pakketten. Ik ga het niet nu allemaal openmaken. Daar wacht ik mee tot Guus weer thuis is. Want ik heb net alles zelf hier naartoe gesleept. Dus ik vind dat ik eventjes moet uitrusten. En ook eventjes mag uitrusten. Ik ben helemaal buiten adem. Ik ga even rustig aandoen. En dan laat ik jullie natuurlijk later zien wat het allemaal is. Jullie zijn een beetje getraumatiseerd, hè? Door al die verhuizingen. Maar wees niet bang, liefjes. Deze dozen betekenen geen verhuizing. I promise. We zijn, nou ja, ik zeg we, maar Guus is bezig met het installeren van de kinderwagen. Ja, ik snap er echt niks van. Dit snap ik. Ja. Die gebruik ik ook veel. Alleen, hij klinkt net in één keer in elkaar. Ja, maar hoe gaat hij nou weer open? Dit is gewoon... Je moet het even weten, denk ik. Daarom is het ook goed dat we het nu allemaal uit kunnen proberen, net als het autostoeltje. Ja. Ik vind het wel echt een mooie kleur. Jij? Ja, ik vind hem ook heel mooi. Kijk, dit weet ik al wel. Hey, tada! Alleen, nu weet ik dus niet hoe deze stang. Is dit niet een knopje, schat? Wat? Dit. Nee, of dit? Nee, dit hier zorgt voor... Hier, dit. Ja, precies, maar die... Dat was wat je net deed, denk ik. Ja, klopt. Maar dit moet op een of andere manier... Ik dacht dat het dan weer hier... in zou steken, uitzetten. Er zit ergens een knopje wat ik nog niet heb gevonden. Ja, daar is dus het boekje voor, hè? Ja. Ja. We hebben hem in elkaar gekregen. Ja, echt. 2 seconden hebben we gestopt. Ik zal het straks nog een keer filmen. Nu weet je hoe het moet. In elkaar vouwen. Deze naar beneden. Ja. Deze indrukken. En dan naar je toe trekken. Tata. En dan moet die klikken. Ergens. Klik. Los wilt maken, dan doe je dit. Ja. Dan klap die uit. Dan pak je hem hier. En dan kun je hem verstellen. Ik wil niet dat jij alleen over straat gaat met de kinderen. Nee, zullen we die er even inzetten? Ja. Of zo onder in dat mandje. Nee, echt niet. Oh, ja. Dit is dus voor als je kind al een beetje kan gaan zitten en zo. En dit is echt voor de ligfase. Moeten we maar even goed ons inlezen over wanneer je overstapt op dit. Ja. Nou. Ja, het is echt super makkelijk. Oké. Okay. Oké. Okay. Steamy road. Door naar het volgende onderdeel.
De Nesta. Het is een soort Lego-bouwpakket. Ja. Het enige wat er nu in Lilo's hoofd omgaat is wanneer komt er iets voor mij uit die doos. Etenstijd. We eten vanavond tortellini gevuld met kaas. En dan daarbij een rode pasta saus met courgette, aubergine, vegetarische kipstukjes en tomaat en paprika. Lekker! Goedemorgen, het is vandaag donderdag en wij zijn gisteren lekker druk geweest met het in elkaar zetten van alle Maxi-Cosi spulletjes. Ik heb inmiddels alle lakens, alle dekens, alles wat met het bedje en de box etc. te maken heeft. Kruik, hoezen, washandjes, hydrofiele doek had ik die al gezegd. Nou, alles wat met lakentjes of dinges of dekens of whatever te maken heeft, heb ik gewassen. Dus dat is in ieder geval heel erg fijn. Dan hoeven nu alleen de kleertjes nog. Maar ik heb bij Vinted nog een aantal rompertjes besteld. En die ga ik even ophalen. Dan kunnen die meteen mee de was in. Nou, het is niet echt lekker weer vandaag. Maar ja. Opeens had ik toch zo'n gevoel van, maar hebben we wel echt genoeg rompertjes? Dus ik dacht, ik koop er gewoon nog even een paar via Vinted. Een paar hele kleintjes. Ja, je weet het gewoon niet. En anders zet ik ze zelf gewoon weer op Vinted voor de volgende baby. Eentje heeft stipjes in maat 50. Dan heb ik er nog eentje in maat 50. Gewoon een witte. Ook een overslagrompertje. Ook maat 50. Dus ook gewoon een witte. En dan heb ik nog deze. Die is dan één maatje groter. Van prenatal. Ook een overslagromper. En dan nog dit pakje. Deze zijn ietsje groter. Dit is namelijk maat 62. Dus ook een overslagromper. En deze, dit is dan weer een kleintje. En dan nog twee in maat 62. Nou, nu is het wel even goed met alle rompertjes, denk ik. Oh, ik ben kapot. Ik merk dan echt dat als ik even boodschappen heb gedaan of de honden heb uitgelaten, dat ja, dat ik daar dan echt van moet bijkomen. Life of a pregnant woman. Hij is wel echt prachtig, hè, deze kinderwagen. Daar zijn we echt heel erg blij mee. En hier liggen de spullen voor in de auto. Dus de auto Maxi-Cosi en standaard. En dit is het andere opzetstuk voor de kinderwagen. Fijn dat we nu alles in huis hebben. Deze vlog bestaat voor mijn gevoel uit allemaal losse stukjes. Sorry daarvoor. Maar ik ga hem hierbij ook afsluiten. Want het is inmiddels weekend. Ik ben ook wel toe aan een dagje even niks. Heel erg bedankt voor het kijken in ieder geval. En tot de volgende keer. Doei!